Aangezien jij niks weet, ga ik dat soort punten, dat vind ik dan verdacht. Nou ja, niks weet. Ik heb hier nou 2 weken gezeten. Wacht, herinner je iets? Ja. Yo kijkers van de V-Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Vandaag is het best wel een spannende dag. Jullie hebben natuurlijk gisteren kunnen zien hoe ik Marnik op transport heb gezet met een vrachtwagen voor mijn drugs. Ik ben erg benieuwd of die nu inmiddels onderweg is. Ik heb ook nog berichten gekregen van de politie. Dus ik laat ik zo zeggen dat het vandaag best wel een aflevering is met best wel hoogtepunten, laat ik het zo maar zeggen. Dus we gaan eerst even checken nu of Marnik daadwerkelijk aan het rijden is, of de vrachtwagen weg is. Zo niet, heeft hij mij ontiegelijk hard genaaid. En dan laat ik hem gewoon, ik denk toch een beetje in elkaar rammen door wat mensen. Ik betaal er gewoon vies veel geld voor, maar laten we hopen dat hij gewoon daadwerkelijk weg is. En het politieonderzoek naar Kees. Ik heb Kees weer een hele lange tijd niet gesproken. Hij zal bij mijn villa een tijdje zijn, is hij geweest. Daarna is hij naar zijn eigen huis gegaan. Sindsdien, ik heb geen idee. De politie heeft verder ook niks meer kunnen vinden bij hem. Wat zou zeiden, weet je, s'avonds is hij laat op straat en gaat af en toe met wat mensen om die toch in de gaten worden gehouden. Terwijl ik trouwens ook zie dat Marnik is inderdaad weg. De vrachtwagen is weg, is hier binnen nog iets. Dit moet ik alleen nog, oké, dit moet ik alleen nog weghalen, maar dit is niet zo erg. Want de vrachtwagen is weg, dat betekent gewoon dat Marnik aan het rijden is. Dat Marnik gewoon onderweg is met een vrachtwagen vol cocaïne met een waarde van 7,4. Oh my god, ik moet er niet te veel aan denken. Ik word daar veel te vrolijk van dat er zoveel geld dadelijk terug gaat komen. Wat ik dus zei, de politie die kon eigenlijk niks meer vinden van Kees. Weet je? Hij is s'avonds laat gewoon nog steeds op de straat aanwezig. Gaat s'avonds laat naar huis. Hangt wel met mensen op straat die een beetje in de gaten worden gehouden door de politie. Maar niet erge zware misdrijven plegen of wat ook. Dus ook niet echt dingen met drugs of fraude of noem het dan maar op. Dus wat dat betreft, ja, het is een beetje een dood spoor. Dus ik hoop dat Kees, terwijl die hier gewoon staat, misschien zelf nog iets heeft ontdekt. Kees? Hey Cosmo! Hey! Waarom sta je in de tuin van de dierenwinkel? Ik moest nog een hond gaan kopen. Niemand is aanwezig. Maar ik zat ze gewoon even te bewonderen. Want het zijn wel hele mooie honden. Alleen de hond die ik toen de tijd wilde, die hebben ze niet meer. Dat vind ik wel jammer, maar... Maar je gaat er niet zomaar in de tuin staan van... Kees, kom eruit, man. Dat mag toch wel gewoon. Het is gewoon een tuin van iemand, joh. Ik zit gewoon even te kijken. Als ik vanaf hier kijk naar de honden, dan kan ik niet zo heel veel zien. Dus dan moet ik wel een beetje dichtbij gaan staan. En ze een beetje, koesteren. Gaan ze een beetje dimmen, hé. Hey. Waar heb je last van? Helemaal niks. Ik heb een aantal weken heb ik in je huis gezeten. Ja, dat weet ik. De bende heb ik gezien. Kom maar even mee naar het huis toe. Het sneeuwt, dus niet ieder van mijn dingen. Ik vind dat je een beetje raar doet, Kees. We hebben allemaal onze rare kanten, toch? Ja, maar heb je iets gebruikt, Kees? Nee, absoluut niet. En niet iets van, geen drank, drugs? Nee, echt totaal niet. Ik ben helemaal clean. Helemaal clean? Meer clean dan dat ik ooit geweest ben. Dus ooit heb je drugs of alcohol gebruikt, zeg jij nu? Ah, natuurlijk heb ik een keer een biertje gedronken. Ja, en drugs? Die niet. Drugs? Nee, niet dat ik weet. Oké, nou goed. Ik blijf het toch maar vragen, want ik heb nou het bericht gehad van de politie. Ah, vertel. Nee, ik ben oprecht benieuwd nou op dit moment. Ja, we gaan eerst even naar binnen toe. Trouwens, is goed, hier. Hoor. De bomen ook zeggen plant. Wauw, eindelijk. Ja, ik zie nou opeens, het sneeuwt en zo en de Christmas spirit komt bij mij weer gewoon lekker naar boven. Ja, dat begrijp ik. Kom binnen. Kom maar. Mooi, man. Kees, je bent hier al eens geweest. Ja, ik ben hier vaak geweest, maar ik vind het nog steeds zo mooi. Ja, ik vind het ook heel mooi. Nou, doorlopen. Goed. Ja, ik loop al door, hoor. Naar binnen, hup. Buiten is koud nu. Goed. Ja. Oh, het is lekker warm hier. Ja. Wat is er toch gaande met jou? Helemaal niks. Op de moment. Nee. Je bent nu weer te vrolijk. Je staat een keer bij honden. Ik heb je gezegd, neem rustig je tijd. Wat is je plan? Ik wil weer aan de slag. Ik wil gewoon weer. Ik ben helemaal klaar mee met niks doen. Ik weet niet wat er is gebeurd. En dat heb ik op een gegeven moment gewoon maar moeten accepteren. Goed, en Kees. Ik heb natuurlijk een onderzoekje gestart naar jou. Ik bedoel, ik ben natuurlijk niet gek, hè. En ik heb ook de politie ingelicht om jou te schaduwen. Heb je waarschijnlijk helemaal niks van gemerkt? Want nee, inderdaad. De politie heeft jou namelijk gewoon gevolgd. Heeft de camera's bekeken waar je bent geweest. Noem het dan maar op. De camerabeelden van de parkeerplek zijn niet te vinden. Die zijn er niet.
Dus daar heb je heel veel mazzel mee. Zijn die van het moment dat ik weg was geweest niet? Of zijn ze er gewoon in het algemeen niet? Voor wat ik heb gehoord, in het algemeen zijn die daar niet. Ah, oké. Okay. En als ze er wel zijn geweest, niet op de plek waar jij lag. Dus jij bent zeg maar nooit daar in camerabeelden geweest. Maar wat wel opvallend is, waar ik toch wel graag uitleg van wil vanaf jouw kant, is waarom ben jij s'avonds laat op straat aanwezig met groepjes mensen die, laat ik zo zeggen, niet de beste invloed hebben hier in Mindtopia? Zoals? Ja, dan moet ik daar maar over gaan geven. Ik krijg dingen door van de politie die jou s'avonds laat op straat zien. Je bent s'avonds laat thuis. Je gaat met mensen om die door de politie af en toe toch in de gaten worden gehouden. Ze is ondervraagd worden wegens niet heel netjes gedrag. En daar sta jij bij. Nou ja, kijk, weet je, ik vind zelf dat ik in mijn privé heb ik toch wel, mag ik toch omgaan met wie ik wil. Yes. Je mag omgaan met wie je wil, absoluut. Maar je moet niet vergeten dat ik hier jouw baas ben wanneer je aan het werk bent. En ik wil weten wat er is gebeurd met jou. En als ik jou dan het hoor krijg dat jij s'avonds laat op straat bezig bent. Wat noem je laat? Wat noem ik laat? 22:00 s'avonds? Dat is nog best wel vroeg, toch? Oh, dat vind je normale tijd om door de week op straat rond te hangen met een clubje mensen? Gewoon, ik vind in principe dat best wel normaal. Maar okay. Ik vind ook niet dat dit invloed moet hebben op ons gesprek op dit moment. Niet? Wat vind je dan, Kees? Wat vind jij dan? Ik vind gewoon dat ik weer aan de slag moet. Ik ben gewoon helemaal klaar. Ik heb een rust genomen. Ik heb alles geaccepteerd. Ik vind eigenlijk dat ik gewoon weer aan de slag moet. Dus aan de slag, Kees. Wat wil je gaan doen, Kees? Ik bedoel, je weet niet eens wat er is gebeurd. Nee. Je hebt nog steeds geen hond. Waar is het geld überhaupt van die hond? Die heb ik. Dat heb ik gewoon nog. Hoeveel was het? Voor mij was het totaal 11.000. Nou, in principe als je terug moet. Oké. Okay. Nee, jij zegt dat je het hebt. Ik bedoel, ga eens een keer een hond kopen. Ik zag net wel bij die honden zijn. Ga hem dan eens een keertje eentje halen. Je bent sinds dat ik heb gezegd, doe rustig aan. Natuurlijk heb ik gezegd, je hebt geen dag mee op de zaak geweest om even te kijken van, goh, misschien moet ik een halve dag proberen. Of een paar uren. Nee, je bent gewoon niet geweest. En dan nu in één keer, wanneer jij ontiegelijk vrolijk bent, wat ik zo gek vind, word je in één keer aan het werk. Ja, nou, ik ben gewoon helemaal klaar met niks doen. Luister, je moet snappen ook van mijn kant, het is lastig. Ja. Ik heb een hele tijd een zwarte plek gehad. Ik weet gewoon niet wat er gebeurd is. Je moet begrijpen dat wel een beetje lastig is. Een beetje als een schok overkomt. Ja. Het is een redelijke schok. Als jij opeens niet meer kan herinneren wat er een paar weken lang gebeurd is. Nou, dan moet je bij jezelf gaan kijken van, is alles nog wel goed? Nou, ik herinner me van de tijd dat ik hier zit. En ik vrouw alles. Ik heb heel veel rust genomen. In de warmte gezeten. Ja, ik weet het niet, Duf. Ja, in deze villa kom je goed tot rust. Dat weet ik ook. Daar weet ik alles van. Maar ja, een heerlijke villa. Ja, zeker. En als jij hard werkt, misschien in de toekomst, hè, verdien je ook genoeg geld en weet ik wat, dat je ook zoiets kan hebben. Maar volgens nog, ja, het zijn toch een aantal punten. Dat vind ik gewoon. En jij zegt, ja, dat mag niet ons gesprek belemmeren. Maar toch, het op straat hangen met een aantal mensen. Ik bedoel, jij weet zelf ook met die mensen die daar omgaan. Het zijn niet altijd liefetjes geweest, hè? Nou, natuurlijk niet. Ik bedoel, ze hebben altijd wel eens iets met de politie gehad. Ja, ik vind gewoon, van meerdere kanten is het gewoon van de ene kant. Sure, het zijn wel niet de beste mensen. Huh? Maar zo heb jij misschien ook wel mensen waarvan je denkt van, nou, dat zou ik liever ook niet meegezien worden. Dus dat is dat ik geschaduwd ben door de politie dan, nou. Dat hoor ik ook pas net, maar... Ja, te kijken. Snap je wat ik bedoel? Ja, oké, maar goed, ik heb toch zoiets van, weet je, ik ben hier wel een beetje een intern onderzoek naar jou gestart over. Ik bedoel, ik wil graag weten wat er met jou is gebeurd, net als jij graag wil weten. En aangezien jij niks weet, ga ik dat soort punten, dat vind ik dan verdacht. Nou ja, niks weet. Ik heb hier nou 2 weken gezeten. Wacht, herinner je iets? Ja. Vertel. Nou, laten we... Het was meer een stuk dat ik me opeens herinnerde. Toe, vertel. Ik wil het wel weten. Dit is misschien... Een paar dagen geleden kwam het opeens maar te binnen. Ja. Ik weet nog dat ik op straat liep. In de nacht. En ik weet niet meer met wie het was. Ja. Maar ik was er met iemand. Ik weet niet meer met wie. Hmm. Ik weet nog wel dat ik in ieder geval in de nacht op straat liep. En het was niet 22:00. En het was 2-3 uur s'nachts. Ik weet ook dat volgens mij alcohol, of ik moet vergiftig zijn, of laat me zeggen, iemand wat in mijn drankje hebben gegooid, maar alcohol, ik heb misschien 1 biertje op, zoiets. Oké. Dat weet ik. Ja, kijk, het heeft nu weer, kijk dat je dit zegt, kijk, er zijn een aantal factoren. Kijk, waar in de stad ben je geweest? Kijk, ben je
achter in een stad geweest waar weinig mensen zijn, maar waar toch wat criminaliteit is. Ja, voor je weet ben je daar gewoon met een stalen buis op je kop geramd. En lig je nog oud op de grond en weet ik veel wat. Maar ja, dat gekke is ook, je bent geen... Ah, Kees, jongen. Nou, er zijn twee plekken... Het is lastig, oké? Okay? Heb je ooit iets gehad waarvan je dacht van... ik weet het opeens niet meer. En dat je weer naar het midden komt. In ieder geval wat ik heb gezien... Ik was een beetje bij dat huis van Somal. In de buurt. Daar liep ik. Ja? Daar liep ik. Dat kan ik me herinneren. Ik bedoel, dat fucking blauwe huis, dat zie je overal. Ja, nee, klopt. Dat herinner je. Mm-hmm. Dat zijn van die punten van, goh, ik wil afspreken daar. Dan weet je, daar. Dat weet ik. En toen liep ik ongeveer een beetje naar de bank zo. Ja, ik ben even aan het kijken, maar ongeveer welke blauwe gebouwen? Want zijn er best wel veel inmiddels. Ja, dat laat me zeggen, niet met die grote meloen erop, maar zijn eigen huis, dat blauwe gebouw. Oké. Toen liep ik een beetje richting de bank. Ja. Toen ben ik... volgens mij, ik kan me ook nog het gemeentehuis herinneren. Dus zo ben ik ongeveer gelopen. Het zijn in principe best wel goede delen van de stad, maar het was alsnog wel 2-3 uur s'nachts. Ja, en op dat moment zijn natuurlijk de politie als burgers wat dan ook de meeste slapen op dat moment. Ja. En ik weet ook niet met wie ik er liep en ik weet ook niet hoeveel mensen het waren, maar ik kan me herinneren minimaal 1. Oké, nou goed. Weet je, ik, laat ik zo zeggen, ik ben op zich ook al blij dat je iets weet te herinneren. Alleen, natuurlijk, het is nog steeds dat ik denk van... Oké, nou ja, het zal wel. Ik weet hier natuurlijk niet zoveel van. Maar aan de andere kant, weet je, ik moet misschien ook gewoon een kans geven, Kees. Weet je, je komt erg positief over. Ja. Misschien is het ook wel voor de show, maar je komt in ieder geval erg positief over. Weet je, ik heb zoiets van... Ik moet je natuurlijk ook gewoon de kans geven om weer terug te keren bij de bank. En ik bedoel, deurwaarders hebben we nou eenmaal nodig. Ik bedoel, er lopen mensen een aantal weken achter op dit moment. Ik ben zelf erg druk geweest. Dus ik heb zoiets van... Weet je, als ik jou misschien weer eventjes een beetje opnieuw kan inwerken. Beginnen met een aantal dagen in de week te werken. Zorg in ieder geval dat je even een hond hebt voor de zekerheid. Weet je, ga die echt even kopen. Misschien moet ik jou gewoon weer even aan het werk gaan zetten. Weet je, even een paar dagen. Misschien moet ik even iemand met je mee laten lopen voor de zekerheid. Ja, ik moet wat ik zelf wel merk, is dat ik mijn hardheid weer een beetje terug moet vinden. Ik vind het sowieso heel moeilijk om heel hard te zijn. En bam, ik wil het geld dan. Mm-hmm. Maar ik denk dat we samen gewoon wel wat kunnen regelen daarmee. Ik ben bereid om ook gewoon mijn hele reputatie, wat ik nog had, niet heel veel, helemaal op te geven voor de bank. Ja, nou ja, dus kijk, zover hoef je van mij ook weer niet te gaan. Maar laten we zo zeggen dat er zijn zoveel nieuwe dingen gebeurd sinds jij afwezig was geweest en de rust hebt gehad. Dat we moeten met keihard er doorheen gaan. En kijk, oké, natuurlijk de bank is natuurlijk iedereen zijn vijand, want het wil alleen maar geld hebben. Oh, natuurlijk. Dat hoor je weet ook. Laat ik zo zeggen, als je erge problemen met iemand hebt, ja, stuur ze maar door naar mij. Stuur ze maar door naar mijn kantoor. Dus even kijken wie hier de baas is, weet je. Dat is een goeie. Laten we het zo afspreken. Ik zie jou morgen, zie ik jou gewoon om 9 uur gewoon op de zaak of zo. Ja. In ieder geval, of wanneer je ook tijd hebt. Nou, en dan... de normale tijd natuurlijk, van 9 tot 5. Daarom. Maar soms wat buitentijd. Daarom, het kan ook dat je buitentijd komt, dat je al wat informatie vastgeeft, dat je misschien de volgende dag daarna meteen door kan gaan. Weet je, kom morgen maar gewoon langs, weet je. Maakt niet uit, ik ben wel toch wel aanwezig op de zaak. Mm-hmm. Ik moet hem openen, ik moet hem sluiten. Weet je, en dan geef ik jou gewoon de informatie om wat allemaal en dan... Ga je gewoon lekker de stad in eens even kijken. Weet je, we beginnen gewoon bij iets makkelijks. Weet je? Ja. Een klein huisje weer of wat dan ook. En daarna gaan we kijken of jij weer gewoon grote villa's kan aanpakken. Misschien zo'n DDG-gebouw. Misschien dat daar nog wel iets. Heb je daar nog wat informatie over? Ja? Want dat is natuurlijk altijd wel leuk. Nou ja, kijk, ik bedoel, als mensen geld hebben geleend daar en ze hebben daar een dingetje zitten. Kijk, dat weet ik natuurlijk nu niet allemaal uit mijn hoofd. Maar als het zo is, we pakken ze ook gewoon daaraan. Nou, wat ik zeggen. Nou, laat ik zo zeggen, ik ben erg positief over dit bericht. Ik bedoel, de politie komt niet verder helpen. Jij weet weer ietsjes. Van jezelf. Ik hoop, als je bezig gaat in de stad, dat je weer wat meer informatie binnenkomt. Precies dat. En ik hoop het voor mezelf ook. Snap ik. Dat moet je even snappen, ja. Natuurlijk, dat begrijp ik. En weet je, je wil weer aan het werk. Dus laten we afspreken, Kees. Jij gaat zorgen voor een hond. Jij komt morgen lekker langs op de zaak. Ik geef je een paar opdrachten en we gaan kijken hoe het gaat. Ja? Ja. Voor die hond moet ik eerst even een afspraak maken met natuurlijk, de pet shop. Mm-hmm. Ja, maar dat moet wel lukken. Ja, dat zal misschien niet gelijk morgen zijn, maar dat zal eens ergens deze week wel nog gebeuren. Nee, dat moet je even begrijpen. Nee, tuurlijk. Ik snap ook dat niet alles op stel en sprong kan. Maar want ik wil geen valse beloftes maken die ik niet kan nakomen. Laten we gewoon zeggen, deze week heb je gewoon nog een hond. Oké, dat is goed. Dan kom ik morgen langs bij de zaak. Mag ik voor de rest, dit gewoon even tussendoor, je huis toch wel een beetje gewoon gebruiken of... Ik wil hier gewoon weer nog een nachtje gaan slapen. En... Ja, nee, gewoon misschien een langere tijd. Gewoon dat ik even als onderkomen kan. Het is wel hier heel luxe. Dat moet je wel even snappen.
Natuurlijk, we zijn ook hele goede vrienden. Of nou ja, we zijn vrienden. Vind ik. Je kan hier nog wel een paar dagen blijven, maar niet een hele week. Je kan hier nog wel even blijven, je kan even relaxen, gebruik maken van het verwarmende zwembad, noem het allemaal maar op. Moet je alleen het gel eraf rollen en dat moet goed gaan komen. Oké, okay. Dan ga ik er nou wel even gewoon even tussenuit. Ja, is goed. Dan ik ga eventjes, ik denk even het eten maken, zo, ik weet niet. Zou jij even een deur die ergens openmaakt? Want dat is wel lastig. Ik heb je nummer, dus ik kom door. Ja, nee, dat is goed. Hey, rustig aan. Yes, morgen zie je me op de zaak. Step 9 uur, misschien zelfs eerder. Oh, nou, dat is helemaal goed. Hey, veel succes. Ja, fijne dag nog verder, Kees. Van hetzelfde. Later. Ja. Wat is het wat dat betreft ook een rare snuiter? Ik bedoel, van het een op het andere moment weet hij niks weer wat, dan weet hij weer niks. Dan wil hij niks, is weer super vrolijk, wil hij aan het werk. En nou ja, weet je, ik geef dit keer het voordeel van de twijfel. De politie weet verder ook niks meer. En weet je, we moeten door. We moeten door. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet je niet eventjes om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Laat ook zeker wat in de reacties achter. Check ook eventjes Kees zijn kanaal in de beschrijving. En ik hoop jullie allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen. Bye.